Hallo, ik ben Leon Laagwater, docent op het voortgezet onderwijs. Ik wil nu wat voorbeelden laten zien over lesjes op het smartboard buiten de notebooksoftware om, maar door gebruik te maken van andere softwarepakketten. Het eerste voorbeeld daarvan is Doorzien. Ik kan in het internet gaan en het programma Doorzien starten. En in dit programma kan ik in kubussen vlakken tekenen. Bijvoorbeeld dit vlak. Ik kan dat vlak zichtbaar maken voor mijn leerlingen. En ik kan ook de kubus nog uit elkaar schuiven. En een onderdeel selecteren van deze kubus. Ik kan het ook allemaal weer terugzetten. Maar op deze manier hoef ik geen moeilijke tekeningen te maken van kubussen. Maar kan ik voor de leerlingen veel duidelijker aangeven hoe een kubus en een vlak uitsneden eruit ziet. Een ander voorbeeld is TI-View. Dit is de grafische rekenmachine die op veel scholen gebruikt wordt. Dit is toevallig van Texas Instruments. En TI-View is daarbij een programma waarmee ik op het smartboard duidelijk kan maken welke knoppen ik voor bepaalde bewerking moet gebruiken. Bijvoorbeeld 9 keer 6, enter. Dit is een eenvoudige bewerking, maar alle knoppen zijn actief. Dus ik kan steeds bij elke moeilijke uitwerking kan ik aangeven welke knoppen de leerlingen in moeten drukken. Ik hoef niet bij elke leerling langs te gaan van nu moet je die knop gebruiken en nu moet je die knop gebruiken. Een derde voorbeeld is PowerSim. Er zijn voor het voortgezet onderwijs verschillende simulatieprogramma's. Eén daarvan is PowerSim. Als ik dat programma open, dan kan ik weer op het smartboard een aantal waarden veranderen. Bijvoorbeeld in deze wassimulatie kan ik aangeven dat de watertemperatuur veranderd moet worden. Het is in dit geval 90 graden, maar als ik dat naar 30 graden zet met het toetsenbord, dan kan ik de simulatie laten draaien en dan komt hier de lijn van 10 en dan gaat die helemaal naar 0. En dat is dan vuil wat in het proeflapje achterblijft. Als ik weer terug ga naar de 90 graden, dan zie ik in de simulatie, als ik hem weer opnieuw afspeel, dat de lijn veel steiler loopt. Ik kan dus in een handomdraai duidelijk maken aan leerlingen dat bij verandering van de watertemperatuur, dat de hoeveelheid vuil die in het proeflapje achterblijft ook heel snel verandert. Nog een voorbeeld zijn flashanimaties. Op internet zijn veel flashanimaties in Java-applets te vinden. En ik heb hier daar een voorbeeldje van genomen. Deze flashanimatie zie je 2 keer hetzelfde plaatje, maar 1 keer met het licht uit en 1 keer met het licht aan. Ik kan hier op dit knopje drukken om ook hier het licht uit te zetten. En dan kan ik afzonderlijk verschillende lampjes aanzetten. De rode, de groene en de blauwe. En ik kan dan met de verschillende spots kan ik draaien. En op die manier zie je dat je inderdaad hetzelfde plaatje krijgt als daar. Nog een voorbeeld van een Java-applet is om uit te leggen hoe een motor werkt. Ik hoef ook hier weer geen tekeningen te maken om de verschillende slagen in de motor te laten zien. Ik laat deze applet gewoon afdraaien en dan wordt het voor leerlingen vanzelf duidelijk wat er bij de verschillende arbeidsslagen gebeurt in een motor. Dus ook buiten de notebooksoftware om, waar je normaal gesproken je les in maakt op het smartboard, kun je ook gebruik maken van internet en andere programma's. Deze les is gemaakt door de docent zelf. Wilt u ook leren een interactieve smartles te maken? Schrijf u in voor een Smart Masters training op www.smartboard.nl. Benieuwd naar reeds bestaande interactieve smartlessen voor uw vak? Kijk op www.smartopschool.nl en kies Bronnen.